Tegen 2 uur 's middags reden we door het drukke centrum van Orléans, de hoofdstad van het Franse departement Loire en oorspronkelijk gelegen op de rechteroever van de Loire. Het oude stadscentrum lag binnen een ring van brede boulevards. Het belangrijkste monument was vanzelfsprekend de kathedraal Saint-Croix uit de 13e eeuw met haar 2 vreemde torens. In 1568 werd het gebouw bijna geheel verwoest door de Calvinisten en gedurende de volgende eeuwen in gotische stijl gereconstrueerd. De stad van Jeanne d'Arc bezit ook nog enkele paleizen en huizen uit de 15e en 16e eeuw. Op de Place de Matois staat een prachtig bronzen ruiterstandbeeld van Jeanne. Voordat we zouden doorrijden naar Stellet, wilden we nog even een lunch nemen en vonden een parkeergarage bij Place Matois. De prior had gisteren al telefonisch contact opgenomen met de abt van de Heilige Lazarusabdij en hem gevraagd zijn medewerking te verlenen aan ons onderzoek. Hij had de abt toegelicht dat we een vervolg wilden geven aan het onderzoek van pater Justine uit Blasimont, die met name de omvangrijke bibliotheek zo geprezen had. De betreffende abt had hem geantwoord dat zijn abdij hiervoor normaliter niet toegankelijk was en de verleende hospitaliteit aan Père Justine als een uitzondering gezien moest worden, maar dat hij ons toch toestemming wilde verlenen onder de voorwaarde dat hij mocht meedelen in de resultaten van ons onderzoek. Uiteraard was de prior hiermee akkoord gegaan. Ik vond de abt merkwaardig zakelijk. Een goede lunch en vele verkeerslichten later reden we de stad uit en volgden gedwee de aanwijzingen van de stem uit het navigatieapparaat die ons steeds dichter bij het gehucht Stellet bracht. Rustig en zonder met elkaar te spreken reden we door het dromerige heuvelland tot we bij het dorp aankwamen dat was gelegen aan een klein meer. Aan de kop van dit meer lag een grote villa, omringd door statige loofbomen. We reden verder zuidwaarts en na ongeveer 2 kilometer verrees aan onze linkerzijde een machtige heuvel. Daarboven bevond zich de eeuwenoude Abbaye du Saint-Lazarus. De abdij uit de 11e eeuw was zelf weer gebouwd op de fundamenten van een nog veel oudere kerk of abdij uit de 5e eeuw na Christus. Merkwaardig was dat aan de voet van de heuvel enkele Merovingische graven waren ontdekt. In de tomben lagen naast de stoffelijke resten enkele gouden bijen of cycladen, waarvoor archeologen en geschiedkundigen nog nooit een bevredigende verklaring hadden kunnen geven. In een van de graven werd ook nog een zuiver kristallen bol met een diameter van wel 10 centimeter gevonden. Waarvoor deze diende is niet bekend. Dezelfde grafvondsten zijn ook in het graf van de mythische Merovingische koning Childeric I in Doornik gedaan. Volgens de overleveringen heeft Napoleon een van zijn uniformen laten decoreren met de gouden bijen die in het graf zijn gevonden. We parkeerden onze auto langs de weg om nog even een frisse neus te halen in de koude maartse lucht en liepen naar een punt van waaruit je de abdij mooi kon zien liggen. Aan de linkerzijde lag het oudste deel, waarbinnen ook de kerk, de crypte en de bibliotheek zich bevonden. Het gebouw deed me denken aan een soort ark van Noach, zoals Gustave Doré die heeft getekend. Massief, groots en haast vierkant. Vlak onder de dakrand liep een lijn van 12 kleine glasramen en aan de voet van de hoge muren lagen tientallen grote rolstenen waarvan de betekenis me onduidelijk was. Ondanks de ouderdom van het gebouw zag het er beslist niet ruïneus uit. Dit gedeelte was gebouwd volgens de principes van Sancta Simplicitas, de heilige eenvoud. Een smal grindpad liep dood op een van de muren waarop donkergroene klimop groeide. Waarschijnlijk had daar ooit een deur gezeten. In de loop van mijn leven had ik al vele abdijen bezocht, maar dit complex straalde de bijzondere sfeer uit van ultieme soberheid. Niet versierd met Roomse ornamenten of verhulde mystiek. Ik vergeleek het gebouw met de Benedictijnerabdij in Vaals, die ontworpen is door de architect Dom van der Laan en de stijl van de abdij in Stellet enigszins benaderde. In latere tijden waren naast dit gebouw, in een andere architectuurstijl, een dormitorium en een refter gebouwd. Vanaf de plek waar wij nu stonden, kon men slechts de stompe spits van de toren zien. We liepen nog iets verder en kregen toen een volledig zicht op het nieuwe gedeelte. Het bleek dat deze toren een opmerkelijke gelijkenis had met de Tour de Saint-Bernard de Clairvaux, de Lanterne des Morts uit Salat in de Dordogne. Rechts van de abdij ging Le Jardin verscholen achter een metershoge muur.
De prior mompelde plotseling: Veni creator spiritus. Hij refereerde aan een kerkelijke Pinksterhym die begint met de woorden: Kom schepper geest. U bedoelt mij toch niet? We moeten ons goed voorbereid bij de abt aanmelden, Hugo. Dus we kunnen hulp van de Heilige Geest goed gebruiken. Zoals we afgesproken hebben, doen we alsof ons onderzoek zich concentreert op de Maria-beschijningen. Ik hoop wel dat we in contact kunnen komen met de oude monnik. Het lijkt mij in elk geval een oord van rust en meditatie. Slechter zullen we er niet van worden. De prior boog zijn hoofd, raapte een witte kiezel op en gooide deze jongensachtig over een groen uitgeslagen hekwerk. Tja, laten we dan maar gaan. We liepen naar de auto en even later parkeerden we deze op de kleine binnenplaats van de abdij. Op de zware eikenhouten deur was een ijzeren klopper bevestigd. Ik trok hem naar voren en liet de klepel tegen de metalen plaat aanvallen. Een doffe knal volgde. De eerste indruk die ik had vanaf de weg bleek terecht te zijn. De abdij was sober, had donkere gangen, haast spelonken, en sporadisch een lampje. Vanuit een van de kamers, het was te donker om er iets in te zien, hoorde men binnen de monnik teksten prevelen. De monnik die ons begeleidde, bracht ons naar een klein en donker kamertje. De abt zelf zat blijkbaar in de kerk te bidden en de monnik verzocht ons op een houten bankje plaats te nemen dat langs een van de muren stond. Hierna liet hij ons alleen. Ik liep naar het raampje dat uitzicht bood op de kruidentuin. Op mijn tenen staand keek ik naar buiten en zag een monnik die met een grote kruiwagen over een van de paadjes liep. De prior keek de kamer rond, glimlachte en zei zachtjes: Geen plaats om te zerven, Hugo. Nou, dat heeft wel iets van een aflegkamer, zei ik en ik keek naar het houten plafond. In welk gedeelte zitten we eigenlijk? Ik vermoed de westelijke zijde van de abdij. Vlak naast de kerk en vermoedelijk recht boven de crypte. Ik keek naar de vloer en zag pal naast de voeten van de prior een rode verkleuring van de tegels. In de tegel, die precies in het midden van de kamer lag, was een roos gebeiteld. De Rosa Mystica? Verder was de kamer leeg. Aan de oostelijke muur van de kamer hing een groot kruis dat van gips was gemaakt. Ik zag dat het een keer gevallen moest zijn, want er liep een diepe scheur door het gips. En aan de achterzijde was een houten constructie gemaakt die moest voorkomen dat het kruis zou breken. In alle hoeken hing spinrag in grijze draden langs de muren. Ik stond op en liep naar het kruis. De kamer klonk hol en leeg. Ik zal zo dadelijk het woord doen. Ik knikte. We hoorden de kerkdeur dichtslaan en kort daarna ging de kamerdeur open. Ondanks het licht van het peertje zagen we in de deuropening slechts het zwarte silhouet van een kleine man. In een lange habijt en in zijn hand een opengeslagen Bijbel.